Ik vind het enig. Ja, ik vind echt, je krijgt meteen een beeld van alles wat er op outdoor gebied bij IKEA te krijgen is. En je krijgt ook meteen zin in het voorjaar, terwijl het gewoon nu vriest. Het Leidseplein in Amsterdam heeft afgelopen donderdag een complete metamorfose ondergaan. In alle vroegte wordt het meubilair van alle terrassen op het plein omgewisseld voor nieuwe producten uit de IKEA Outdoor Collectie. Het is een beetje fris, maar vanmiddag wordt het heel mooi weer, heb ik gehoord. De zon gaat schijnen, dus ik geloof dat het helemaal goed gaat komen. Met man en macht wordt er gewerkt en de weergoden zijn goedgezind. Het zonnetje is besteld, dat komt nu door, dus volgens mij nog met een uurtje dan zijn we er helemaal. Zowel hier als het weer. En na een paar uur ploeteren is het klaar. Het resultaat is de grootste IKEA Outdoor Showroom van Nederland. IKEA Outdoor City. Nou, je merkt dat iedereen heel veel zin heeft in de lente. Zodra de zon zich een beetje gaat laten zien, dan gaat Nederland massaal naar buiten. En dat is voor ons het moment waarop iedereen gaat nadenken over de inrichting van zijn tuin of balkon. En daarom zijn we hier. En uiteraard hebben we overal dekentjes en pleats liggen, zodat mensen zich toch nog lekker warm kunnen houden. Om 12 uur is het zover. De terrassen gaan open en er is volop belangstelling. Ik was bij de ticketshop en ik dacht, hé, wat is hier aan de hand? En ik zag dat IKEA bezig was met een actie. Dus ik ging eens even deze stoel proberen en eigenlijk is het prachtig hier in de zon. Lekker in het zonnetje, volle bak. Als het zonnetje weggaat ben ik hier ook weg, maar zolang de zon blijft schijnen zit ik hier prima. De zon schijnt dus. Dat maakt het helemaal goed. En midden op Leidseplein, mensen moeten wachten, mensen gaan wat drinken, gaan naar Amsterdam. Ik vind het een heel leuk idee dit hoor. It's very funny and it's very comfortable and with this sun it's just perfect. IKEA Outdoor City is onderverdeeld in diverse stijlen. Van vrolijke strandstoelen en relaxte loungebanken tot lange tafels, banken en buitentapijten. Het doel van de actie is om mensen echt te inspireren. We hebben onze outdoor meubels in verschillende stijlen neergezet. En het is echt een mix van klassiekers met zomerse kleuren. En vooraan hebben we ook de pop-up balkons staan. Zodat we echt kunnen laten zien dat we voor zelfs de kleinste balkons ook hele slimme oplossingen hebben. Wij zitten op de camping en we willen graag een beetje ons oriënteren misschien op nieuwe meubels. En een beetje comfortabel zitten. Daarom dat we een rondje maken hier zo. Mensen zien alle meubels, maken weer even kennis met IKEA en wat voor buitenmeubels ze allemaal hebben. Ja, slim bedacht. Je ziet iedereen ook kijken en de prijs checken en waar het vandaan komt. Dus, maar goed. De hele middag is het een komen en gaan van toeristen en voorbijgangers die allemaal een stukje lente willen meepikken. Het gaat hartstikke goed. We hebben heel veel mazzel met het weer. We krijgen ontzettend veel mooie reacties. En de mensen kunnen niet wachten totdat de collectie vanaf 1 maart bij ons verkrijgbaar is. Wat ons betreft een mooie aftrap van de lente. Zo achterover. Ja, zo vol.